Hoi, ik ben Martijn en ik heb hier de nieuwe Fenix 5S Plus. Het is een van de drie nieuwe modellen van de Fenix-lijn van Garmin. En het is eigenlijk ten opzichte van de vorige Fenix 5 een facelift met nieuwe functies. De drie belangrijkste nieuwe functies zijn dat je muziek kan opslaan op het interne geheugen, dat je contactloos kan betalen omdat hij een NFC-chip heeft en hij heeft Trendline Popularity Routing en dat is voor navigatie. Die navigatie die gaan we nu testen. Ik ben nu een paar kilometer onderweg en wat me eigenlijk meteen opvalt, nou, je hebt ook al een paar beelden kunnen zien, is dat je eigenlijk heel makkelijk kan aflezen waar je precies naartoe moet. Hier, let op, ik fiets dus nu op een kruising af en je kan heel goed zien op het horloge dat ik hier dus rechtsaf moet. Hier is de kruising. Ja, dit is nice hoor. Ja, echt cool, hoppatee. Ja, zoals je ziet sta ik dus op een kruising bij een spoor. Ik ben net overgestoken. Oh, je kan ook zien dat ik nu rechtsaf moet en dit pad moet volgen hier zo langs het spoor. Verder op mijn route. Ja, het ziet er echt super nice uit. Wat ik nu doe is een rondrit van Garmin en dat betekent dat Garmin een route voor me heeft uitgestippeld. Daarnaast kan je ook van A naar B navigeren of nuttige plaatsen zoeken zoals hotels als je die nodig hebt. En je hebt ook de ga naar start functie. Daarmee word je teruggeleid naar waar je fietstocht is begonnen. Naar mijn weten ontvang je alleen geen 20.000 euro als je daar dan aankomt. Ik moet er even bij zeggen, voordat je op je fiets springt, moet je wel even de tijd nemen om alles goed in te stellen. Voordat ik deze ronde ging fietsen, heb ik dat natuurlijk ook gedaan. En ik zal nog even laten zien hoe dat precies werkt. Oké, voor het instellen van je route heb je verschillende opties. In eerste instantie kies je niet voor de sport die je wil gaan doen, maar je kiest in het menu voor navigeer. Dan krijg je dus verschillende keuzes zoals die nuttige punten of ga naar start. En ik kies dus voor rondrit. Dan kies je wel je sport, fietsen of hardlopen. Het is helaas nog niet mogelijk om een andere sport te gebruiken in deze navigatiefunctie. Ik ga even voor een korte ronde, 20 kilometer. En als laatste kies je de richting waar je naartoe wilt. Het is handig als je bijvoorbeeld wilt voorkomen dat je last hebt van tegenwind in het laatste stuk van je fietstocht. Zoals je ziet begint hij nou routes voor je uit te rekenen en dat doet hij op basis van eerder geregistreerde routes van andere Garmin gebruikers. Op die manier zoekt hij dan de beste wegen voor je uit en als die klaar is dan geeft hij je drie opties waar je uit kan kiezen. Best simpel eigenlijk. Laatste ding wat ik me afvraag is als ik nou van mijn route afga, wat er dan gebeurt. Ik zou hier dus naar rechts toe moeten, maar we gaan rechtdoor. Koers fout. Oké. Ik zal even stoppen om te kijken wat hij nou precies zegt. Wat ik gefietst heb, dat is rood. En als ik ook die rode lijn nu terugvolg omhoog, dan kom ik ook weer op de paarse route. En dat is de route terug naar huis. Terug op koers. Laatste stuk. Yes, ik zie de start en de finish. Koers voltooid. Finishvlag, wat grappig. Oké. Nou, het klopt. Hier is mijn huis. Zo, dit was de eerste keer dat ik me heb laten navigeren door een horloge en ik moet zeggen, het viel me niet tegen. De vraag is natuurlijk alleen, heb je dit echt nodig? Als je een fietser bent die 7000 km per jaar fietst, dan zou ik zeggen nee. Er zijn ook van Garmin fietscomputers die exact hetzelfde navigatiesysteem hebben als dat op dit horloge staat. Die passen netjes op het midden van je fiets, dan heb je een groot scherm en dan hoef je nooit je hand van je stuur te halen. Dus dat is dan in principe nog steeds beter. Aan de andere kant, als je multisporter bent, dus ook in de sportschool cardio of krachttraining doet, dan wordt dit wel echt van toegevoegde waarde. En als je dan gaat fietsen, dan heb je niet een aparte fietscomputer nodig om ook nog die navigatie te doen, want alles zit in dit horloge. Nou ging deze video natuurlijk alleen over de navigatie van deze Fenix 5S Plus. Binnenkort ga ik een uitgebreidere review doen. Daar doe ik alle andere specificaties die hij heeft, want hij kan echt een hele hoop meer. Maar dit was wel een van de tofste dingen, dus die vond ik leuk om even apart te laten zien. Wil je op de hoogte blijven van die andere review wanneer die komt? Abonneer dan op ons kanaal, dan zie je hem vanzelf voorbij komen. Voor nu bedankt voor het kijken en dan zie ik je bij de volgende. Doei!